Zo, het is zondagmorgen en degene die hier regelmatig mijn filmpjes bekijkt weet dat ik normaal gesproken zelden in het weekend vis. Maar we hebben de afgelopen week echt heel slecht weer gehad. En ik ben dus uiteindelijk maar één keer het water op geweest. Overigens ook maar één beet over heel de dag. Nou, ik had hem gelukkig. Maar ja, het is toch de tijd van de dikke vissen. En ja, ik wil toch... kijken of ik voor het eind van het seizoen nog een paar mooie kan vangen. Ja, dan moet je eigenlijk toch zoveel mogelijk op het water zijn. Nou, ik heb gisteren getwijfeld, ben uiteindelijk niet gegaan. En gisteren zijn er twee goede vrienden van me het water op geweest. En de ene heeft helaas niks kunnen vangen en de andere over heel de dag twee aanbeten. Een snoekbaarsje en een snoekje van 60 centimeter of ja, zelfs nog kleiner, dacht ik. Dus ja, dat geeft ook niet veel hoop op vandaag. Het water is nog steeds erg hoog. Iets lager als gisteren, maar het kan mogelijk nog wat opkomen. De watertemperatuur is nog geen 5 graden. Maar het schijnt vandaag de luchttemperatuur op te lopen naar 12, 13 graden. Het is nu nog 3. Ik ben benieuwd, dat zal heel snel gaan. En bij de laatste temperatuursdaling, die ook heel snel ging, viel het ineens helemaal stil met de aanbeten. Snoeken werden totaal passief. Ik verwacht er niet veel van, maar stel je nou eens voor dat het vandaag omgekeerd werkt. Dat zou mooi zijn. Nou, ik ga het gewoon proberen, dus blijven kijken. Ga het allemaal zien. Derde die ik eraan krijg, ga ik los. Dat is nog mooi, hè? Zo dan.
2. Hey groot, toch blij mee. Zo dan. Ah, prachtig beest. Het is niet mijn vis, maar... dit formaat is het toch wel leuk.
prachtige vis. En duidelijk een mannetje, deze is veel donkerder dan kleur. Hier is
tentjes. En dan die gaan we weer terug. Zo, de zondag zit er ook weer op en het begon met weinig wind en motregen en een temperatuur van 3 graden toen ik startte. Het schijnt nu 12 te zijn en het is enorm gaan waaien. Het is wel vanmiddag droog geweest, maar er komt nu wel een flinke bui aan, dus het is een mooi moment om te kappen. Ja, en als de snoeken het niet doen, moet je op zoek naar de snoekbaars en dat lukte gelukkig vandaag. En 4 dikke snoekbaarzen met een 87er erbij. Ja, ik dacht niet dat ik het ooit zou zeggen, maar die maakte mijn dag toch goed. 4 snoekbaarzen, 1 snoek. En dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht na de berichten van gisteren. Maar goed, gewoon blij mee. En normaal ga ik morgen weer, maar morgen geven ze windkracht 7 en 8 op. Dus dan blijf ik maar gewoon lekker thuis. En het wordt verder gaan. Zie ik in de loop van de week alweer. En als jij gewoon blijft kijken, ga je het vanzelf weer zien.